Oh, my God.
Trein gelegen heb. Evenement. Volgende keer mijn schoen leuk om mee. Ja. Hebben jij even? Helemaal. Nee, ik hoef niet. Ik heb die even. Wij komen. Ja, hij is mooi. Al die tegenwoordige toestanden. Nee, dan denk ik dat dit zo. DS staat. Een donkerblauwe. Aan de neus kan je zien dat het type 2 is. Ook altijd leuk bij zo'n auto is dat hij een eenspakig stuur heeft. En het verhaal doet dat DS, als je dat op zijn Frans uitspreekt, DS'en, en dat betekent godin. U heeft ook een Opel GT zien staan. Dat is een rode Opel GT. Die is gemaakt van 69 tot en met 74. Die is maar 5 jaar in productie geweest. Opel is Duits, maar deze auto's werden gemaakt in Frankrijk. En waarom zo kort in productie? De bedrijven, de carrosseriebedrijven die het maakten en het spuiten en de elektriciteit deden, die werden opgekocht door Renault. En toen was het over met de Opel GT. Er staat er ook nog een prachtige Jaguar, een tweedeurs, een heel rank model. Een Kever is natuurlijk heel veel verkocht, maar is niet de meest verkochte auto ter wereld. De meest verkochte auto ter wereld is een Toyota Corolla. 47 miljoen Toyota's verkocht, dat is echt enorm. Ja. Overigens is de Golf beter verkocht aan in aantallen dan de Kever. Meer verkocht. En ik geloof dat zelfs een Passat tegen de keveraantallen aan zit. Dus dat is echt enorm, ja. Maar, dus Kever is niet de meest geproduceerde auto, zeker niet. U ziet Volvo Duet. Duet is de naam, ja, het verklapt al een beetje dat het twee functies had. Het was eigenlijk voor de kleine ondernemer bedoeld. Dat hij een bedrijfswagen had door de week. En in het weekend met zijn kinderen ermee weg kon. Dus daarom heet hij Volvo Duet. Volvo is ooit ontstaan door een aantal medewerkers die bij SKF werkten. SKF is een kogellagenfabriek. En een aantal van die mannen bij SKF wilden een auto bouwen. En dat vond SKF goed. Maar dan moest hij in de naam wel iets zitten van wat met kogellagers te maken had. Nou, en dat is Volvo geworden. En Volvo betekent ik rol. Porsche van Les, ook een 911 SC. Een 3 liter 6 cilinder. Rood metallen van kleur. Ja, ik heb het wel eens met Les erover gehad. Joh, haal die achterspoiler eraf, dan is die weer helemaal origineel. Want het is een turbospoiler die erop zit. Maar hij schijnt de klep te hebben, de originele klep. Dus volgend jaar Les, ik weet niet waar je bent. Maar even de originele klep erop uiteraard, alsjeblieft. Maar in uitstekende staat. En ik vroeg er net, joh, hoe lang heb je hem al, Les? Hij zei, joh, volgens mij heb ik al meer dan 30 jaar. Dus moet je nagaan. Overigens een merk waar de meeste auto's nog van rondrijden die zijn geproduceerd. Ook wel heel, heel apart. Dus ze belanden weinig op de schrootheid. De prijzen die door Sjaak weer beschikbaar zijn gesteld. Sjaak, hartstikke bedankt. Superleuk. We hebben prijzen van nummer 3, 2 en 1 uiteraard. Overigens over de uitslag valt niet te corresponderen met de jury. Dus laten we dat even voorop stellen. Maar we hebben 3, 2, 1 en dan hebben we een originaliteitsprijs. Welke auto heeft nou meegedaan die het meest origineel is? Dus dat wil zeggen ongerestaureerd en dat soort dingen en gewoon heel puur. En die hebben we mogen zien. De prijzen gaan naar een Amerikaanse auto, een Italiaanse auto en een Duitse auto.
wat ook heel leuk is, de originaliteitsprijs is aangeboden door Markt 1, waar we nu staan. Die vonden het vorig jaar zo'n leuk evenement, dus mogen wij een prijs beschikbaar stellen? Nou, dat mag natuurlijk altijd. Hoe mooi is het om hier voor een pand te staan wat ruim 220 jaar horecaervaring heeft. Dus hier zijn een paar biertjes getapt, dat kan ik u vertellen. Wij gaan over tot de prijsreiking. Nummer 3 is wel geworden de Alfa Betonen van Peter Meiboom. Ja. Nou, degene die Peter niet kent, Peter heeft al jaren een spuiterij. En op Helmutsluis. Dus volgens mij heb jij hem ook zelf opgenapt. Ja. Ja, ik heb dat is wel grappig. Vanaf mijn 19 heb ik de auto al. Dus. Ik ben 56, dus. 59, 56. 19e jaar had Peter hem al. En hij is nu 56, dus de snelle rekenaar die weet dat je er wel 37 hebt. Ja, dat weet ik niet. Samen met je vader altijd gereden, hè? Oh, hartstikke mooi. Goede herinnering aan. Gefeliciteerd. Ja, joh. Graag gedaan. Super. En we hebben hier nog een lint. Ja. Hartstikke 2, Duitse auto. Hebben we het net ook over gehad. De auto die na de 300 SL kwam. Voor de goede luisteraars, die weten nog dat ik het dan over een Mercedes 190 SL heb. Mooie auto, niet perfect, hoeft ook niet altijd. Interieur is hartstikke mooi geworden, carrosserie heeft nog wel wat aandacht nodig. Maar dan ben ik een enorme zeikend en kritisch. Dus, maar het is wel een auto die het vermelden waard is. Dus Jan Olivers. Jan, hij staat ervoor. Dus, Leuk, dankjewel. Gefeliciteerd, Jan. Ja. Hoe lang heb je de auto al? Een jaar. Een jaar pas? Ja. En wat heb je er zelf allemaal laten doen? Ik heb 4 andere banden onderlegd en vallen. Moet zien. En rijden ermee. Het was een rijdbare auto. Een rijdbare auto en ik vind het prima. Zo. Voor een reden spuit ik het met het lakmotor kap spuiten en zo. Wel wat dingetjes op knap gaan maken. Het interieur ziet er al hartstikke goed uit, het interieur. Dus dat is al gedaan door de voorrijder. Ja. Ja, hij komt uit Noorwegen. Dus ik ben niet rechtstreeks uit Amerika. Via Noorwegen, Nederland beland. En uiteindelijk opgetikt. Een mooi klassiek nummer erop. Je zei het zelf al, niet perfect, maar gewoon een fijn rijende auto. Dat is belangrijk. Rijden is belangrijk. Zeker. Dat doet hij niet. Jan, gefeliciteerd. Hij is geel. Een beetje okergeel is die. En hij heet Buick Special. Volgens mij was het een enorme auto uit 1958. Jaartje ouder dan ik ben. Een enorme V achterin, een 350 cubic inches zoals ze dat in Amerika zeiden. Dus wil Peter Wegman zich even melden voor het in ontvangst nemen van de eerste prijs. Ah, hartelijk gefeliciteerd. Ja, ook aan jou de vraag veel, Peter, hoe lang heb je hem al? Hoe ben je eraan gekomen? 22 jaar heb ik hem bij. 91 is hij in Nederland ingevoerd. En 22 jaar geleden heb ik hem gekocht. Ik ben er al 8 jaar mee bezig geweest. Dus ik ben een monteur. Ik kan niet alles zelf, maar hij is wel helemaal technisch gerestaureerd. Hij is prachtig, Peter. Dus van harte gefeliciteerd met de eerste prijs. En volkomen verdiend. Nou, dan hebben we nog 2 over. En dat is de originaliteitsprijs en niet van joh, goh, wat zijn we origineel. Maar de auto is ongerestaureerd en dat is de bedoeling. En ik stond daarnet bij Rijn bij Van het Hof te kijken van joh, ja, wat is nou een originele auto? Er zijn een aantal gewoon origineel en ongerestaureerd. We hebben wat vooroorlogsauto's, die zijn wel gespoten. Eigenlijk hoor je met de kwast gedaan te zijn, want vroeger kon je die spuiten natuurlijk. Maar ja, wat is origineel? We hebben er wel één gevonden, een originele auto. En die is zo leuk, een beetje roestig eraan en een beetje een soort plaatwerk wat allemaal bochtjes vertoont en dat soort dingen. Heel origineel ding. We hebben de Citroën laten winnen, het bestelwagentje, de grijze bestelwagen van Hans Luchtenburg. Vroeger ook Citroën dealer geweest. Ja. Gefeliciteerd Hans. Ja, hartstikke leuk. Hij is echt origineel volgens mij en heel weinig. Ja, dat klopt. Heel behandeld tegen roest, dat het niet verder gaat, maar ik ben wel zo helder. Want hij is ongerestaureerd, is hij super. Dank je wel. Gefeliciteerd. Dank je. De prijs van Markt 1. Ik zei u er net al veel,
een gebouw wat 220 jaar horeca-ervaring heeft. Nou, we hebben een aantal vooroorlogse auto's die meerijden. En dan moet u nagaan, degene die we geselecteerd hebben, we hebben eens geselecteerd voor jou, wat is nou de oudste auto die meedoet? Die auto is bijna 100 jaar oud. Dat is uit 1929. Degene die met een vooroorlogs is, ja, die weet al over waar ik het over heb. Ook een merk waar ik ook zelf wat mee heb. Ik ben daar namelijk vroeger dealer geweest van dat merk. Een Amerikaanse auto. En de Dodge Brothers zijn daarmee begonnen. En Dodge is overgegaan in het Chrysler Jeep concern. Maar toen maakten ze nog auto's die heel stoer waren. En je ziet Bonnie en Clyde er zo mee rijden met een mitrailleur en dat soort dingen. Nou, dat soort auto's. Dus ik wil graag Albert Alma uitnodigen om zijn prijs in ontvangst te nemen. Helemaal in stijl. Hoe leuk is dat? Van harte gefeliciteerd. En hoe lang heeft hij de auto al? 18 veel aan gedaan? Ik doe gemiddeld één keer per maand een bruiloftje. En ze willen de kleding van de jaren 20 ook. Ja. De Dodge is van 1929. We zien een 29er Dodge inderdaad. En van de Dodge Brothers. Staat er ook nog op de logootjes. Heb ik ook gezien op de treeplanken volgens mij van die logootjes. Kun je uitleggen wat die driehoekjes zijn die in elkaar zitten? Nee, dat zou ik niet. Ik weet het ook. Gaan we opzoeken. Van harte gefeliciteerd. Leuk dat hij mee heeft gedaan. Storingsvrij, hè, want hij heeft het gewoon goed gedaan. Dus prima. En u rijdt de bruiloft ermee. En verhuur je dan die kleding ook bij die oude kleding? Nee, ik rijd zelf. Dus geen ander aan het sturen. Je hebt groot gelijk. Van harte gefeliciteerd en bedankt voor je meedoen. Thank you.
praat met de eigenaars, eigenaressen. Vaak hebben we een heel mooi verhaal erover. Sommige over voor generaties in de familie zijn dus goed leven gehad. Thank you.